Chende Bisai is slechthorend en afhankelijk van haar gehoorapparaat. Maar nou is ze door een ongelukje haar gehoorapparaat kwijtgeraakt. Een groot probleem, want ze heeft niet het geld om een nieuwe te kopen. Maar nou heeft haar buurvrouw Saskia ons een brief geschreven. Drie keer raden wie er dadelijk weer kan horen. Juist, mevrouw Bisai. Zo, hier het gehoorapparaat en het boekje. En die stop ik natuurlijk in mijn zak, want het is een verrassing. Saskia. Ja? Ja, je hebt een brief geschreven. Ja, dat klopt. Vertel. Nou, voor mijn vriendin Sandini, die is doof. En die is een tijdje geleden is ze omvergelopen door iemand en toen is ze gevallen. Haar gehoorapparaat is toen ook gevallen. Ja. Daar doet de verzekering helaas niets mee. Dus heeft zij een leentoestel gekregen waardoor zij niet makkelijk kan horen. Ach. En zich een beetje mislukking gaat voelen. Nou, dat vind ik absoluut niet zo. Nee. Want ze doet het helemaal in de uppie met kids. Alleenstaand. En dat gaat heel goed. Ja. Mogen we even binnenkomen? Ja, voor mij mag het. Mogen ze binnenkomen? Nou, wat gezellig. Hoi, ik ben Sander. Ja, ik mag alleen een elleboog geven, hè? Hoi, je hebt een probleem hoor ik. Ik hoor hun en niet mee. Lastig. Hoe is dat? Hoe is dat? Deprimerend. Maar soms zegt hij, mama, ik moet de hele tijd herhalen. En dan voel ik mij slecht. Dit is een hele oudere versie en is niet zo sterk. Dus eigenlijk kun je niet zo goed functioneren nu. Ik moet lip lezen. Hoe is het voor jullie jongens? Dat je moeder zo slecht kan horen. Ja, dat is wel een beetje jammer. Dat blijft ze de hele tijd zeggen. Kan je het nog een keer zeggen? Want ik verstond je niet. Ja, hun zijn klein. Hun begrijp ik niet zo goed. Ja. Dus ja. Ik heb iets meegenomen voor je. Het zit in mijn achterzak. Kijk eens wat het is. Een gehoorapparaat voor jou. Kijk eens. Oh, echt. Bij Schoneberg vandaan. En het is dit model. Het model dat jij wil hebben. Geef mama eens een knuffel, jongens. Jongens. Hoe vind je dat nou? Ja, ik heb het zelf ook al. Je hebt het verdiend, meid. Mijn oren. Hallo? Ja. Hoor je het nu goed? Ja, ik hoor die stem ook. Wauw, dat is wat. Mama? Oh mijn god, is het even wennen? Ja. Ja, is het wennen? Ja, je hoort nu opeens alle geluiden weer natuurlijk. Na een paar maanden hoor ik weer stemmen. Yes! Ik ben ongelooflijk blij voor je. Geef me een elleboog. En jij natuurlijk ook. Hé hey, jongens. Tot ziens, hè? En heel veel plezier, hè? Geniet ervan, van alle geluiden. Ja, eentje terug. Dankjewel. Dag. Mooi, hè? Ik ben niet stout geweest. Alles is gewoon goed. Mama. Dit verdien je. Chandini kan weer horen. Hoe mooi is dat? Heb je nou zelf ook een hulpvraag? Of ken je iemand die wel een duwtje in de rug kan gebruiken? Ga dan naar de website rijnmond.nl en stuur ons een berichtje. Want samen maken we Rotterdam een beetje mooier.